heel veel kijkplezier bij de vlog van Fernando! Goedemiddag vanuit Groningen bij het Peer van Omloeks en het oude stationsgebouw. Vandaag ga ik iets leuks doen. Ik ga namelijk mee met Bert. Hier namelijk, ja, speciaal, want je natuurlijk ook een liedje Welkom in de bus. Gemaakt. En speciaal voor ja, een soort winactie kon je een filmpje insturen. Ja, de leukste inzendingen die mochten gaan mee met Bert met een leuke rit door de provincie. Ik ben ook zelf uitgenodigd om mee te gaan en natuurlijk weer een vlog van te maken. Vandaag een hele leuke rit maken met Bert. Ik wens jullie veel kijkplezier. Jongens, allemaal even zwaaien naar onze vriend Fernando! Ik maak er eentje met je zus. Ik maak er eentje met je moeder. Ik ben je openbaar vervoerder. Lekker in, er is niks aan de hand. We broeden met z'n allen, nu stap bij Holland. We broeden op het gas, de handjes aan het stuur. We hebben niks met treinen, we rijden, dat is duur. Ondertussen zitten we nu in, ik weet even in de bus. In welke bus dit is. Ja, welkom in de bus. Ola, welkom in de bus, hè? Ja, de bus. Welkom in de bus namens Ola. In ieder geval, we gaan een mooi ritje beleven samen met Bert. Ik ben benieuwd waar we allemaal naartoe gaan. Ik heb geen idee. Naar Garib. Welkom in de bus van Birdie. Ik ben Jan Huizinga, ik ben vrijwilliger bij het Nationaal Busmuseum. En ja, vandaag is deze bus omgetoverd tot de Birdie bus natuurlijk. En we gaan even een rondritje doen door de provincie. En daarna is er nog een leuke verrassing, denk ik. Dat weten ze allemaal wel. Als je kunt, dat weten ze allemaal wel. Oké, dan zeg ik al niks meer. Maar in ieder geval allemaal welkom in de bus van het Nationaal Busmuseum, omgedoopt aan de Birdiebus. En je hoopt dat we met z'n allen een gezellige dag van maken. En dat komt vast allemaal goed, denk ik. Hier heel veel plezier. Hey! 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 Zo dadelijk aan de rechterkant de stalling van Q-bus Groningen. Aan de rechterkant zometeen, daar staan dus alle bussen van de stad. Betty zit dus dan in Zoutkamp, maar hier rechts is dus de stalling van Groningen. Nou, dit is dus de stalling van Groningen, waar al die bussen aan de stroom staan. We rijden even een stukje die kant op en dan kunt u even zien hoe dat allemaal uitziet. Hier staan dus een tig aantal bussen. Hier is ook natuurlijk de Wasstraat. En dan heb je nog de VDL-bussen die rijden waterstof. Toch Jan, of was het geen VDL, maar was er weer Van Hoel die rijden waterstof. En dat is het nieuwste van het nieuwste, de waterstofbussen. En we denken ook dat dat de toekomst gaat worden. Dus en zo af en toe dan. Dan kom ik hier ook in de kantine en dan moet ik hier een bus weghalen. Dus dan weten jullie ook even waar we ongeveer ons werkterrein hebben, zeg maar. Nou, dan gaan we nu weer richting BNR Hoogkerk. En dan neemt Jan, mijn collega. Jan is natuurlijk ook mijn collega bij de Q-bus. En dan neemt Jan het stuur over en dan kom ik even bij jullie langs. Om even te horen wat jullie misschien straks willen horen van mij. Want we gaan vanmiddag nog even een beetje zingen. Dus als jullie willen, mag je een verzoeknummer aanvragen. En of ik hem zing is dan maar de vraag natuurlijk. Maar jullie mogen alvast even nadenken over een verzoeknummer. Ja, en voor de rest is deze dag helemaal gratis, mensen. Dus dat je dat ook even weet.
koffie en gebak krijgen we straks bij de Bloemert als we aankomen rond een uur of drie. Dus zo lang moet je er even volhouden in deze bus. Mocht je er eerder uit willen, dat kan natuurlijk, maar dan mag je op eigen vervoer verder. Zo. En bij de Bloemert krijg je koffie en gebak. En dan zitten we beneden. En dan ga ik om een uur of vier, tussen vier en vijf, dan heb je een training. En dan gaan we zingen. En om een uur of vijf, dan wil je verzoeken om, als het wordt omgeroepen, allemaal weer naar de bus te gaan. Dan gaan we met de bus weer richting Hoofdstation en daarna naar Kamsdingen. En dan zal een uur of half zes uur zijn, denk ik, dat we daar weer zijn. Dus een hele mooie middag, dacht ik zo. Iemand die moet plassen, moet er even roepen, dan kunnen we allemaal even zingen. Hele busje vol, de hele bus met pissen. Hele busje vol, de hele bus met pissen. Dus mag ook, als je de plaspauze wil, mag je het gerust even aangeven. Voor de jongens kunnen even de bosjes plassen. En de meisjes, die kunnen achter de bus even zo op de knietjes. Ik doe de achterklep open, hè? Ik heb ze zo onder in de bus. Onder in de bus, maar ook nog van Jan. Dus als je maar een plasbeker bij hebt, dan is alles goed. Nou, voor zoveel informatie. Jan die gaat het stuur overnemen van mij. We gaan naar richting Rode. En dan gaan we via Rode gaan we een hele mooie route doen naar Assen. Door de bossen. En nou, jullie zien het wel. Als je het niet leuk vindt, jongens, dan heb je pech. Je zit opgesloten in de bus. Oh. In dienst bij de Q-bus als stadschauffeur. En de stadschauffeurs hebben niet alle routes. Dus ik ga hem een beetje assisteren dat hij weet waar hij langs moet. Oh, een hele belediging. Ik ben gemeen, Jan gaat nooit met mij mee. Maar wat doen wij als chauffeurs als we de route niet kennen? Dan zeggen we altijd tegen een passagier van... nou, weet jij ook de route? Want ga je wat vaker met de bus? Ja, zeker. Alle dagen. Nou, als jij even bij me voorin gaat zitten, dan mag je gratis mee en dan vertel je even waar we langs gaan. Zo doen we dat. Dus, zo komen we meestal wel op de goede adres aan. Nou, dat even weer als extra informatie. Je hebt er niks aan, maar... je hebt er helemaal niks aan. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ze is 64 geworden, dus we gaan 64 keer hyperdebiet. Nee, ocelotten, ze doen het niet. Hoera!
links naar rechts. Jan, waar rijden we nu? We zijn net Gasteren uitgereden. We zijn net Gasteren uitgereden. We zijn bijna in... Anlo. Annen. Anlo. Anlo. Hallo. Anlo. We zijn in Anlo. En hoeveel minuutjes moeten we dan nog naar de koffie? 20 minuutjes. Nou, de plas nog even ophouden, dames en heren. En... als je beroerd bent geworden of een beetje misselijk van dat geschommel, maar dat lag niet aan Jan, er was net even een stukje wind wat we tegen hadden aan de zijkant, Jan, toch? Ja, er was in één keer een beetje een opkomende storm. Maar dan kun je hier een kotzakje weghalen. Jan heeft de kotzakjes voor in de bus. Tot zover deze mededeling. Maar Jan, onze Jan, die zit hier voor in de bus met zijn petje op, natuurlijk van Birdie. En Jan, die heeft... niet alleen postbezorgd in Ulrum, maar is ook jarenlang de fanclubman geweest van Mr. Birdie. En ja, we zijn nu op een punt beland dat Jan en ik allebei met pensioen gaan. Dus de fanclub die houdt op te bestaan. En ja, dat is niet anders. Maar Jan en Ineke die hebben jarenlang ook ons fanshop behartigd met de spulletjes. En ja, dit is een einde van een hele mooie periode. En we brengen nog één fanmailblad uit. Die had ik vandaag mee willen brengen, maar helaas, hij is nog niet klaar. Maar hij komt hoogstwaarschijnlijk voor de Sinterklaas uit. En als je zo'n blad wil, ja, dan kun je hem bestellen via de website. Maar voor de mensen die nog steeds, of die lid waren van de fanclub, die krijgen hem thuis gestuurd. Dus maar, dat is nog steeds dankzij Jan... is dat blad nog steeds in omloop en Jan is ermee begonnen samen met nog twee dames die we helaas niet meer van naam kennen. Die namen zijn we helemaal kwijt. Jullie snappen wel waarom natuurlijk. Maar Jan heeft altijd doorgezet en daarom wil ik een heel groot applaus voor onze... Yeah! Yeah! Jan de man bedankt. Jan de man bedankt. Jan de man, Jan de man. Jan de man bedankt, Ineke bedankt, Ineke bedankt, Ine mine mette, Ineke bedankt. Hiep. Voor al die mooie jaren en ja, we blijven gewoon vrienden natuurlijk. Hè. We blijven vrienden. We gaan nog één keer met z'n allen naar de Bonte Wever om daar wat spulletjes te verkopen. En dan gaan we voor een hele grote omzet, want ik ben nog geen miljonair zoals jullie weten. Maar ik denk met een beetje erbij, dan komen we heel erg in de buurt, Jan. Jan helpt mij erbij om miljonair te worden, dus ja, nou, hoe mooi is dat jongens, of niet dan? Nee joh, dat is helemaal niet belangrijk, dat weten jullie allemaal wel. Nee, maar wij vinden het fijn dat... Dat jullie ons waarderen wat we doen met de muziek en daar gaat het ons om. En dat jullie gewoon meeklappen, meedansen en meebewegen, dat vinden we altijd gezellig. Dus dat vinden we hartstikke mooi. Dus we hebben volgens mij alleen maar leuke mensen in de bus, heb ik gezien. Dus ja toch, alleen maar gezellige mensen. Dus heel mooi. Hey! Alleen maar leuke mensen, daar houden we van. Hè. We houden van leuke mensen. Ja, er zit één man voor in de bus. Die is een beetje neutraal, die is de buschauffeur. Oh. Ook voor Jan, de buschauffeur, wil ik even een groot applaus voor hem, maar dat vergeten Jan. Yeah. Ja, Jan doet het allemaal vrijwillig, dus hij is vrijwilliger bij het busmuseum en hij rijdt ook vrijwillig een rondje. En dat doet hij vandaag ook voor mij en ja, dat vind ik ook fantastisch. Natuurlijk ook zijn vrouw daarvoor bedanken. Oh, daar zit ze. Dat Jan weer mee mocht vandaag, hè. Maar ja. Jij en je moeder mochten vandaag ook gezellig mee. Nou, we maken er nog een leuk feestje van. We gaan zo dadelijk bij de Bloemert gaan we uitstappen. En dan gaan we naar het restaurant. En moeten we even kijken of we daar met z'n allen een plekje kunnen krijgen. Anders dan, je hebt je vlaggetje. Ik zal tegen... Ja, dat is wel handig toch? Ja. Stel dat je nou ergens gaat zitten, niet bij ons. En je zit ergens anders, dan krijg je toch nog koffie. Omdat je een vlaggetje hebt. En ja, dat is toch wel een leuk idee toch weer. Oh joh, ik heb altijd van die leuke ideeën.
Alleen niet iedereen snapt dat. Nou, ondertussen zijn wij nu bij die paviljoennaam kwijt. We krijgen nu eventjes een theetje. Ola wil er helemaal op. Ja, gewoon een foto, Ola. Mooi. Koffie, thee, gebak erbij. En dan hebben we straks over, wat is het? Kwartiertje. Ja, een klein half uurtje hebben we nog een optreden van ruim een uur van Birdie. En daarna gaan we weer terug met de bus naar Groningen toe. Om dan ook. Nou, eten is gearriveerd en drinken. Machtig op het leven, maar nee, op Bert natuurlijk, op de busrit, met Bert. Sayonara, mooie Lenin, ik ben jouw piloot, want ik vlieg over de baan. Welkom in de bus, ik maak een ritje met je zus. Ik maak een ritje met je moeder, ik ben je openbaar vervoerder. Dus stap maar met je in. Er is niks aan de hand, we cruisen met z'n allen nu een stap in Ommerland. De voeten op het gas, mijn handjes aan het stuur. We hebben niks met treinen, hoe we rijden dat is puur. Tja-l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 a. Ik ben jouw piloot, want ik vlieg over de baan. Tja-l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 a. Ik ben jouw piloot, want ik vlieg over de baan. Welkom in de bus, ik maak een ritje met je zus. Ik maak een ritje met je moeder, ik ben je openbaar vervoerder. Welkom in de bus, ik maak een ritje met je zus. Ik maak een ritje met je moeder, ik ben je openbaar vervoerder. Ik maak een ritje met je zus. Welkom in de bus. Ik maak een ritje met je zus. Ik maak een ritje met je moeder. Ik ben jouw openbaar vervoerder. Welkom in de bus. Ik maak een ritje met je zus. Ik maak een ritje met je moeder. Openbaar vervoerder. Welkom in de bloemert. Dankjewel jongens. Nou, achter het stuur, collega Jan. Ja, ik heb zelf ook een stukje gereden, maar ja, je moet natuurlijk ook even een beetje relaxen natuurlijk, hè. Voor zo'n spannend optreden, Albert zei tegen mij van, je moet wel even je best doen. Nou, dat moet ik dan wel even doen natuurlijk, hè. We hebben de mensen onderweg gevraagd, wat wil je horen? Wat wil je horen voor liedjes? Nou, ik heb een lijstje, maar ik weet het niet meer, jongens, ik weet het niet meer. Ik ben kwijt. Ramona moest ik ook zingen, volgens mij, of niet? Ramona! Ho, ho! Zet mij in hand of jij mij nog kent. Ramona, Ramona. Hossa, hossa. Yes. Nuestra Mexicana. Ja, het is weer zomer in Mexico. Ik zie het aan je lach en hoor het aan je stem. Jij bent alles. Oké, met z'n allen. Let me go, nee. Zing ik terug naar het team. Laat ik weer een lachen, zwarte kiep. Maar daar is appel herinnering aan een kleine cowboy. Vrienden, appelkinder van de eten. Zing en dans met mij. Ga heen en weer. We gaan van links
en heer, op en neer, kom zing en lach met mij. Zo gaat de hele file vol in zijn achteruit. En de hypnotische brengt jou in de goed humeur. Kijk maar eens heel diep in de ogen. Wat is gebeurdie? Waar is een birdie? De beat is dirty. Dikke miljonairs draaien in de mix. Ik zit zelfs de set met mijn ogen dicht. Voor die handen maar in de lucht. Hey! Een miljoen kilometers op de bus. Hey! Een miljoen feeststand op de kop. Een miljoen stem verkocht. Hier elke feeststand lekker gek dan. Omdat ik een razende stil. Hey! Hey! En toch wil ik iedereen bedanken hier zo dat jullie zijn gekomen op deze Hollandse avond. Ook de jongens natuurlijk die hier nog blijven. Want de jongens hier achter mij die gaan zo dadelijk nog eens spelen. Duo Noordgedacht. Duo Noordgedacht uit Oergroen hoor jongens, hè. Mijn vrouwtje Wilma. En namens Jacob. En jongens, even een applausje voor Jacob de Gluisman. Ook, Jacob, ja, Jacob is hier ook speciaal voor mij gekomen vanmiddag. Natuurlijk Jan en Ineke van de Vinkclub. Alle fans, alle mensen die mee zijn gereisd met de bus, Jan de buschauffeur. Lieve mensen, dankjewel! Albert Gras bedankt voor de gastvrijheid. En Roos ook, hè? En Roos ook natuurlijk. En ook het personeel van Appie en Roos. Jongens, dankjewel wel dat we hier mochten zijn vanmiddag. Bedankt voor de koffie en gebak. En ik wens jullie heel veel plezier met het duo Nooit Gedacht! Ik had het wel verwacht, maar nooit gedacht jongens. Nog heel veel plezier. En wij gaan terug naar de bus. Iemand die mee wil, die gaat terug met de bus. En als je er niet bent, dan gaat de bus dus zonder jullie naar huis. Jongens, wel thuis en fijne feestdagen. En we hopen jullie volgend jaar in goede gezondheid weer te zien. Ik wens jullie het allerbeste. Gaan jullie goed. En stem op Birdie. Je moet wat zeggen. Dankjewel, ook vlogger. 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 Fernando! Zo, ondertussen zijn wij nu... we zijn op landbol. Ja, we zijn hier... ik ben schor van het zingen, jongen. Ik heb straks een schor stem morgen, dat is niet normaal. Maar in ieder geval, kerel, ik heb er last van. Bij deze dag heb je ook mensen, allemaal verschillende, er zijn in ieder geval vandaag allemaal verschillende mensen mee. En ook mensen met rolstoelen. En je zit nu ook met punt, we zitten met een ongelijkvloerse bus, omdat het is een oude. Ja, ook gaat dat denk ik in ieder geval als het niet is. Wat ook is, maar je moet rekening houden dat je al die mensen met rolstoelen, dat je die niet heel moeilijk omhoog krijgt. Dus we zijn intussen al... Een kwartier hier te wachten om die mensen allemaal eruit, want die mensen erin kunnen. Het is ondertussen nu 5:30 bijna en ik had in principe wel een klein beetje, ik had er rekening gehouden van vanzelf, er was allemaal 4 uur terug, maar ik wist dat Bert moest zingen, het is 4:05. Dus ik had gerekend, nou ja, dan ben jij 6 uur wel op het station. Het is nu 5:30 en nog steeds niet. Ja. Dus dat wordt lekker laat. Zo, we zijn weer aangekomen op het hoofdstation. Nou, Bert en Jan natuurlijk allebei. Ik zeg bedankt voor een mooie dag in ieder geval. Nou ja, het was een fantastisch mooie dag. Ja, zeker. Met Birdie op de bus. En we hebben natuurlijk een hele mooie middag gehad. Een mooie rit gehad met onze chauffeur Jan. En natuurlijk ook Birdie even achter het stuur. Maar mocht hij dus niet, maar hij heeft stiekem even een paar meter gereden. Nou, we zijn natuurlijk langs een hele mooie weg naar Assen gegaan. Over Assen terug naar de Bloemert. In de Bloemert hebben we gezongen.
en een uurtje. En daar hebben we koffie gehad met gebak. Aangeboden door het café, restaurant De Bloemert. En samen met vlogger, deze fantastische man, hebben we een filmpje gemaakt. Yes! En nou, ik zou zeggen, jongens, allemaal bedankt voor deze fantastische middag. En we hopen dat we nog een keer vaker iets leuks mogen organiseren. Maar deze dag is voor ons onvergetelijk. En ik dank jullie voor jullie komst en ook voor de hele fijne middag in de bus, in de Bloemert. En nu weer terug. Jongens, wel thuis. Bye bye, tot ziens. Zwaai, zwaai. Ja, en jij natuurlijk, Bert en jij Jan, natuurlijk bedankt voor de goede organisatie, al zeg ik het zelf. En natuurlijk de goede buschauffeurs, hè. Geweldig, hè. Ja. Was mooi. Dankjewel, Bert. Yo, tot ziens. Yo. Bye. Bye.